José Scholten, een van de solisten die vanavond en morgen hier in de Oosterpoort optreedt bij de uitvoering van de Matthäuspassion. Nou, die uitvoering is reden om voor mij vandaag te kijken naar de allereerste Matthäuspassion in Groningen. Dat is 95 jaar geleden. En naar de man die dit mogelijk maakte, Cor Kuyler. Hier in de muziekschool begon de carrière van de man van de eerste Groningse Matthäuspassion, Cor Kuyler. Hij was hier per 1 januari 1900 muziekleraar geworden. Kuyler werd geboren in Alblasserdam, groeide op in Zwolle en ging daarna naar het Amsterdamse conservatorium. En daar bleek dat hij beschikte over een uitzonderlijk talent. Cor Kuyler was niet alleen een getalenteerd muzikus. Hij kon ook goed schilderen. Kuyler kon daardoor moeilijk tot een keuze komen tussen de muziek en de schilderkunst. Wat hielp was dat hij een oogje kreeg op de dochter van zijn Zwolse muziekleraar Bokelman. In 1901 trouwde Kuyler met de dochter van Bokelman. 3 jaar later werd hij dirigent van de gemengde zangvereniging Becker. Hij had toen al een beetje koorervaring opgedaan bij zangvereniging Euterpe in Hoogezand-Sappemeer. Maar hij vond een koor in de stad toch wel zo prettig. Uitvoeringen van de gemengde zangvereniging Becker vonden meestal plaats in dit gebouw, de Harmonie. Helaas is de oude concertzaal verloren gegaan, maar dit is nog een stukje van het oude gebouw. Een mooie gang met een prachtig plafond. En dit is het nieuwe gedeelte voor de universiteit. Hier was zo'n beetje de grote concertzaal. Geroemd vanwege zijn akoestiek. Nou, toevallig is er nu nog een zaaltje van het Universiteitstheater. Terug naar Kuyler. Hij wilde zijn koor op een hoger niveau brengen. Dus in 1908 zette hij Bachs Weihnachtsoratorium op het programma. Voor Groningen een première. En dat smaakte naar meer. Het volgende jaar koos hij de Matthäuspassion. Voor het eerst in Groningen. De in 1728-29 door Bach gecomponeerde Matthäuspassion werd pas vanaf 1829 regelmatig opgevoerd. Maar de compositie werd niet door iedereen op waarde geschat. Zo liep nog wel eens een deel van het publiek weg tijdens het eerste gedeelte. Cor Kuyler wilde geen enkel risico nemen. Hij wilde de beste solisten van Nederland. Die staan in dit boekje, Nederlands mannen en vrouwen der toonkunst.
Hij koos de bas Thomas de Nijs, de alt Pauline de Haan Manifarges, de bas Johannes Mesgaard, de sopraan Aaltje Noordewier en de tenor Jacques Urles. Hier vond op 29 maart 1909 de première plaats met publiek. En toen sloeg het noodlot toe. Aaltje Noordewier en Johannes Mesgaard werden ziek. Thomas de Nijs vergiste zich in de datum. En organist Haring brak zijn been. Cor Kuyler moest op het laatste moment 4 vervangers vinden. De dirigent van het jongenskoor, Schelling, kon gelukkig de partij van de Nijs overnemen. En de organist van de Broerkerk kon ook wel invallen. Toen moesten er alleen nog vervangers komen voor Aaltje Noordewier en Johannes Mesgaard. En Kuyler vond ze. Mensen uit dit boekje. Johanna van der Linde en Gerard Zalsman. De jonge Kuyler ging met knikkende knieën het podium op. Maar de eerste Groningse Matthäus Passion werd een daverend succes. Zowel tijdens de generale op 29 maart als bij de uitvoering op 30 maart was de zaal in de harmonie stampvol. Kuyler liet het hier niet bij. Hij zorgde voor meer Groningse premières, maar geen was zo succesvol als de Matthäus Passion. Kuyler overleed in 1951, maar de Matthäus is nog springlevend.